De eerste rit in de Eneco Tour brengt het peloton van Kokzijde naar Ardooien over een afstand van 175 kilometer. De wegen zijn biljartvlak en dus spek voor de bek van de sprinters. De renners hebben er duidelijk zin in en de eerste ontsnapping blijkt meteen de goede. Drie Belgen rijden weg en bouwen een voorsprong uit van maximum 8,5 minuut. Het gaat om Pieter Jacobs en Laurens de Vreeze van Topsport Vlaanderen Balwaze en Benjamin Verraas van Accentjob Swanty. Laurens de Vreeze won vorig jaar de zwarte Primus-trui voor de strijdlust en heeft dit jaar opnieuw zijn zinnen gezet op het nevenklassement. Na anderhalf uur koers ontwaakt het peloton en onder impuls van Lotto Belisol en Argo Shimano slinkt de voorsprong van de koplopers. Wanneer de drie Belgen onder massale publieke belangstelling een eerste keer Ardooien binnenrijden, bedraagt hun voorsprong nog 2 minuten. Ze gaan als koplopers de twee plaatselijke ronden van 15 kilometer in, maar het is een kwestie van tijd vooraleer het peloton de renners kan grijpen. Bij de tweede passage door Ardooien gebeurt dat ook. Laurens de Vreeze wint wel 2 keer de Primus Checkpoint Sprint en heeft voorlopig de Primus-trui voor de strijdlust te pakken. Bradley Wiggins, een van de topfavorieten voor de eindwinst in de Eneco Tour, moet op 9 kilometer van de eindstreep een gat laten vallen. Ploegmaat Bernhard Eisel moet alle zeilen bijzetten, maar slaagt er niet in de Olympisch kampioen en Tour de France winnaar terug te brengen. Wiggins verliest veel tijd en doet niet meer mee voor eindwinst in de Eneco Tour. Met nog 1,5 kilometer te gaan maken de sprintersploegen zich op voor een massasprint. Maar Mark Renshaw van Belkin wil het niet tot een sprint laten komen en probeert weg te rijden van het peloton. De andere ploegen aarzelen en daarvan profiteert de Australiër. Hij bouwt een mooie voorsprong uit en rijdt solo over de eindstreep. André Greipel is tweede, Giacomo Nizzolo derde. Mark Renshaw heeft dus vriend en vijand kunnen verrassen in de eerste rit van de Eneco Tour. En hij is meteen ook de eerste leider in het klassement. En ze blij mee.